is Dirk van der Ven. Ik werk bij Alias Energy op de afdeling ontwikkeling. En we zijn hier bij een demonstratie van ons, een nieuw product van ons, de Alex Optimizer Clip. De optimizer zonder gereedschap te kunnen plaatsen op ons montagesysteem. De clip heeft meerdere functionaliteiten. Nou, een daarvan is natuurlijk het plaatsen van, van de optimizer clip. En een andere functionaliteit die hierop zit is het meteen opbinden van de kabels. Nou, hoe werkt het product? Je kunt het op twee manieren gebruiken. Enerzijds kun je eerst de optimizer op de clip monteren. Totdat hij klik zegt. En een andere manier is om eerst de clip op de montagesysteem te installeren en daarna de optimizer op de clip. Als we dit gedaan hebben, komen we aan bij het montagesysteem zelf. Bij het systeem aankomen plaatsen we de clip onder het profiel en van bovenaf klikken we hem vast. Nou, hierna wordt het paneel geplaatst en dan kunnen we de kabels aan de onderzijde in de kabelclip vastzetten. Deze blijven mooi hangen en de connectors blijven zo van het systeem af. Nou, dan laten we nu de tweede methode zien, waarbij we eerst de clip plaatsen op het profiel en naderhand de optimizer erin klikken. Dus wij plaatsen eerst de clip. En we plaatsen hierna de optimizer op de clip. Deze is met een P600 optimizer. Dus hier kun je ook zien dat het met een P600 ook prima te doen is. Wederom, als het paneel geplaatst is, kabels wegwerken in de kabelclip. En de optimizer hangt. Mocht het zijn dat er achteraf blijkt dat het de optimizer in de weg zit voor het paneel, of toevallig net uitkomt bij het frame van het paneel, dan kun je hem heel makkelijk op en neer schuiven op het systeem. Nou, wellicht kennen jullie allemaal wel de IP-bender, de Alex IP-bender. Deze kunnen we ook gebruiken voor het loshalen van de optimizer. Dus mocht het zijn dat de optimizer defect is, dan plaatsen we de IP-bender onder het lipje van de optimizer clip. Je moet een beetje omhoog en je pakt hem er zo onderuit. En de nieuwe optimizer klik je op dezelfde manier weer onder. Nou, zoals je ziet kun je het paneel plaatsen zoals je gewend bent van Alex. Om hem eerst in de bovenkant en vervolgens laten zakken. Zoals je waarschijnlijk hebt kunnen zien maakt het de installatie van de optimizers een stuk eenvoudiger. En heb je ook verder geen extra gereedschap nodig. De optimizer clip is vanaf nu verkrijgbaar en wil je hier meer informatie over, kun je ons altijd mailen of bellen.